Yo, what up YouTube, Rex hier. Leuk dat jij weer zit te kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Het is alweer een lange tijd geleden dat ik een video zelf heb geüpload. Maar er zijn wat dingetjes en daar wil ik het met jullie over gaan hebben in deze video. Maar als allereerst zien jullie op de achtergrond de cinematic gameplay van Wizard Adventures van de IJzerdrachen Zombie Map. Ik kan natuurlijk de Zombie Map nog niet spelen, dus vandaar dat hij voor mij deze awesome cinematic heb gemaakt. Vind je dit nou natuurlijk awesome? Abonneer dan natuurlijk ook eventjes beneden in de beschrijving op het kanaal van Wizard Adventures. Want hij kan die subs natuurlijk ook super goed gebruiken. Maar waar ik het met jullie in deze video over wil gaan hebben, is over mijn verloop op YouTube, hoe het nou eigenlijk gaat, want het gaat niet echt lekker. En nou heb ik gezien bij King Alert natuurlijk, yes, ik kijk ook King Alert, dat de game, ja, kanalen op YouTube gaan niet echt super lekker. En ik merk dit zelf ook, want de laatste tijd met abonnees, het gaat super traag. En het voelt alsof ik geboycott ben door YouTube, want ja, het is alsof niemand mijn kanaal meer kan vinden, of dat er iemand geïnteresseerd is in de content. En het komt natuurlijk ook omdat ik veel Call of Duty doe. Call of Duty is mijn ding. Ik ben een veteraan, ik mag het gewoon eerlijk zeggen, ik speel Call of Duty al van Call of Duty Modern Warfare 1, COD 4 en ja, vanaf die tijd speel ik het al heel lang en het was hype, het was echt hype, totdat er natuurlijk Advanced Warfare uitkwam, toen ging die hype train gewoon weer helemaal naar beneden, maar ik weet dat er op YouTube gewoon een community zit die gewoon keep strong is, die niet kijkt voor de gameplays, maar die kijkt voor de YouTuber en die persoon ook support. Maar er zijn natuurlijk een hele hoop die ook mij supporten, ik noem een paar op, Cobra, Wizard Adventures, Dutch Gaming, Borders de Goede, natuurlijk ook Lucky J, die mij gewoon helemaal vanaf de grond op naar boven heeft geholpen om natuurlijk mijn kanaal runnen te houden. En hij niet alleen, er zijn er ook meerdere geweest. Maar de laatste tijd is de love en support is gewoon weg van mijn kanaal. Als ik terugging naar de 200 abonnees, dat ik gewoon keek dat ik rond de 40 à 30 comments kreeg van de mensen op mijn Call of Duty video's die me supporten, die meer wouden zien. En als je het nou gewoon ziet, dan doe je iets met de greenscreen en je krijgt maar 11 comments van ja, tof. En that's it. Geen feedback, geen love, geen motivatie werkende comments. Dan denk je bij jezelf ook van, ga ik hiermee door? Ga ik hier echt mee door? Of moet ik nou ook echt gewoon gaan veranderen naar een prankkanaal wat niet mij ligt? Moet ik nou echt gaan veranderen naar dingen wat ik niet zelf ben? Dan ga ik content creëren voor jullie waar ik niet zelf achter sta, wat ik zelf ben. En dat wil ik gewoon ten eerste niet doen. Maar wat ik jullie wel wil vragen, om hieronder in de comments achter te laten natuurlijk, wat jullie nou gewoon willen zien. Zombies scoort niet goed bij jullie. Überhaupt in de hele Nederlandse community scoort zombies gewoon totaal niet. Call of Duty scoort echt matig. Ik bedoel, iedereen die Call of Duty wil zien, gaat toch naar Jaraski toe. En nou heb ik geen haat voor Jaraski, want ik vind hem super awesome. Hij is ook een grote inspiratiebron voor mij. Maar ja, wat moet ik dan voor jullie uploaden? Wat willen jullie graag zien? Laat het gewoon eventjes natuurlijk beneden achter in de comments, want daar kan ik natuurlijk mee verder. En ja, dan kan ik ook iets voor jullie gaan betekenen, waarop jullie ook weer van mij met liefde naar mijn kanaal toe gaan, met liefde naar mijn video's kunnen gaan kijken. En natuurlijk, ja, dan stel ik ook weer wat voor in de community, want ik vind het gewoon jammer. En de motivatie is ook laag, dat zien jullie ook. Ik upload stukken minder voor jullie. En ja, dat vind ik ergens ook jammer, want dit is mijn hobby. Ik doe het niet voor de cijfertjes of whatever dan ook, maar het is wel gewoon leuk om natuurlijk feedback op jouw werk te zien. En ik denk dat elke YouTuber dit kan beamen. Degene die het zegt dat het niet zo is, die liegt ten zeerste. Maar dat wou ik natuurlijk eventjes aan jullie vragen. Voor de rest komt er ook een Q&A video aan. Dat is ook al een paar keer voorbij gekomen in de comments van Rex. Wanneer komt er nou een Q&A? Die Q&A komt eraan volgende week. Dus heb jij een awesome Q&A vraag voor mij? Laat hem dan eventjes hier beneden achter in de comments. Of stel hem natuurlijk ook op Twitter. En volg je me nog niet op Twitter, dan moet je me gewoon nu even gaan volgen. Dat is @RegRex. Daar ben ik ook veel actiever op. En dan weet je ook waarom ik misschien niet upload of wel upload. En dan weet je dat ook. Dus volg me daar ook natuurlijk eventjes op Instagram. En al die andere dingen hou ik gewoon lekker privé. Dat doe ik voor mijn gezin en mijn familie natuurlijk. Want ja, ik wil ook een beetje privacy. Dus dat wou ik jullie mededelen in deze video. Ik hoop dat jullie hebben genoten natuurlijk ook van de background gameplay. Want die is van Wizard Adventures nogmaals. Abonneer ook natuurlijk eventjes op hem. En heb jij nog een awesome de IJzerdrachen gameplay? Kan je hem natuurlijk ook altijd naar mijn YouTube toesturen. @RegRex in een DM. En dan ga ik hem natuurlijk gebruiken in de volgende video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vond je dit nou awesome? Geef me natuurlijk een blauwe duim omhoog. Wil je meer zien en je denkt van oké, wat is die dikke tof? Abonneer je dan eventjes natuurlijk hier beneden op mijn kanaal. En dan zeg jongens, ik zie jullie bij de volgende video. Rex is signing out. Ciao!